Waar wil ik het met jullie over hebben? Nou, we zijn al tijden bezig met Engeland, met de wereld van het Victoriaanse. En we zijn natuurlijk vooral bezig met de wereld van de pre-Raphaëlieten. Homeward Hunt hebben we al gehad. We hebben natuurlijk Millet gehad. We hebben wat landschapsschilderingen uiteindelijk gehad. De laatste week zijn we vooral bezig geweest met Fort Madox Brown, waar we al een keer een hele avond aan besteed hebben. Maar vorige week hebben we het ook onder meer gehad over de opkomst van het nieuwe fenomeen van het christensocialisme. Dat zul je vanavond ook nog weer opnieuw om de hoek zien komen. In die zin komen allemaal lijnen die we eigenlijk afgelopen weken uitgezet hebben, grotendeels ook vanavond weer samen. En gaan we natuurlijk vervolgens vanaf dat punt weer nieuwe dingen doen en nieuwe lijnen uiteindelijk uitzetten. Het werk waar ik het vanavond over wil gaan hebben heet dus heel simpel gezegd work of arbeid of werk, hè, zoals je dat zou kunnen noemen. En het gaat eigenlijk ook over de wereld van het werk. Deels gebaseerd en geïnspireerd op werk van Thomas Carlyle. Thomas Carlyle zal ik nog gaan behandelen met jullie. Ik zal aan het eind iets over hem zeggen. Hij komt tijdens het verhaal zelf ook wel deels voorbij zitten. Sorry hoor, ik heb even een kriebel in mijn keel. En van hem is de beroemde uitdrukking afkomstig: there is a perennial nobleness and even sacredness in work. En dat is een van de dingen die je in de 19e eeuw wel rustig mag zeggen. En dat de manier waarop men tegen werk aan gaat kijken, überhaupt ook de invulling van werk, hoor, maar dat is een ander hoofdstuk, dat in de 19e eeuw toch ook gaat veranderen. En Thomas Carlyle, en dat is natuurlijk eigenlijk heel erg belangrijk in dit geval, en die vindt dus dat werk, en eigenlijk van de wereld van het werk, dat de beloning en het salaris wat je in afloop krijgt misschien nog niet eens het allerbelangrijkste is, hè, maar het werk zelf en de voldoening die je daarvan krijgt. Hè, en ja, goed, het mens worden wat je daarvan doet, dat vindt hij heel erg belangrijk. Dat werk is dus van deze manier afkomstig. Nou, hem kennen jullie intussen al wel, hem Fort Madox Brown, geboren weliswaar in België, maar toch ter voeten uit eigenlijk wel een Engelsman. Een generatie voor de pre-Raphaëlieten is die geboren. Hij wordt ook wel eens een proto-pre-Raphaëliet genoemd, of een pre-pre-Raphaëliet, of wat voor gekke namen dat je er ook aan wilt geven. En nooit, heel simpel gezegd, lid geweest van de pre-Raphaëlitische broederschap. Maar wel heel duidelijk verkerend in de kring. Veelzijdig man. We zullen hem straks nog tegenkomen in de wereld van William Morris, bij het ontwerpen van meubels en het ontwerpen van glas. Hij heeft ook in Manchester, dat zullen we volgende week nog wel gaan zien, muurschilderingen aangebracht in het nieuw gebouwde gemeentehuis aldaar. Een man die heel duidelijk ook een sociaal hart heeft. En als je naar Homeward Hunt gaat kijken, is heel duidelijk religieus bezig. Nou, Millet wordt toch heel snel, zeg maar, de gezapelijke burgerman die carrière gaat maken. Dan de Gabriel Rossetti, die we na Fort Madox Brown en het verhaal van filosofie, et cetera, zullen gaan behandelen, is toch, ja, echt de kunstenaar die eigenlijk nooit ergens op de juiste plek terechtgekomen is, zou je kunnen zeggen. Maar Fort Madox Brown is iemand met een heel duidelijke inkijk en een gevoel voor de mensheid. En ook een heel duidelijk sociaal hart. Zag ook heel duidelijk de misstanden in de wereld om zich heen. Veel werken heeft hij gemaakt. Dat krijg ik nou naar de volgende. Maar over het algemeen wordt gezegd dat dit werk, wat dus work heet, het is in die zin ga je jezelf eigenlijk constant herhalen, wordt dit werk over het algemeen gezien als zijn grootste werk. Ik denk dat het ook, nee, het is niet letterlijk, omdat de muurschilderingen groter zijn. Maar dit is zijn meesterstuk, zou je kunnen zeggen. Sterker nog, er zijn mensen, dat als je naar de 19e eeuw gaat kijken en als je naar de wereld van de Victoriaanse samenleving gaat kijken en de kunst in de Victoriaanse periode, en natuurlijk zeer zeker als je naar de pre-Raphaëlieten gaat kijken, die zeggen dat dit eigenlijk het essentiële schilderij is over de Victoriaanse periode. Ik zelf heb bijna de neiging, en dat is natuurlijk een volslagen foute analogie wat dat betreft,
om het zelfs enigszins te vergelijken met het beroemde Lam Gods van Jan van Eyck. En dat werk wat natuurlijk vooral die religiositeit uit de late middeleeuwen laat zien, die al die kanten uiteindelijk in zich heeft, hè, van de zondeval tot aan, laat ik zeggen, de terugkeer van Christus die je daarin aantreft. En een werk wat je aan heel veel verschillende kanten aan kunt vliegen, dat is in dit geval met hier eigenlijk ook het geval. En je ziet het al wel, hè, het woord work staat hier. Hij heeft het geschilderd van 1852 tot 1865. Dus dat betekent dat hij daar ongeveer 11 tot 13 jaar mee bezig geweest is. En over het algemeen beschouwde hij dat zelf ook, maar mensen in zijn omgeving en ook kunstcritici vandaag de dag beschouwen het nog steeds als zijn belangrijkste presentatie. Wil overigens niet zeggen, hè, dat het zijn meest populaire schilderij is. Dat meest populaire schilderij van Fort Madox Brown is natuurlijk dat beroemde jonge paadje wat aan boord van het schip vertrekt, hè, in The Last of England met die Cliffs of Dover op de achtergrond. Nou goed, wat moet je daarvan zeggen? Fort Madox Brown heeft het gemaakt in opdracht van Thomas Splint. Dat moet ook eigenlijk wel in deze wereld. Want als je zo lang over een werk doet, dan moet je wel van tevoren een soort van een commissie hebben. Hoewel hij zelf eigenlijk min of meer op het idee kwam. Thomas Splint was een vermogende effectenmakelaar. Hier zie je ook natuurlijk ook een mooie wereld van het kapitaal om de hoek komen zetten. Een man die met name ook werk van de pre-Raphaëlieten verzamelde. Dat beroemde schilderij, hè, van Jezus in de Timmermans werkplaats van Millet behoorde onder meer tot zijn collectie. Maar let ook even op, de beste man was dus niet alleen een kunstverzamelaar, was niet alleen een effectenmakelaar, maar was dus ook lekenprediker. En hier zien we dus die dingen weer samenkomen. Die wereld van het, laten we zeggen, christensocialisme, waar we het vorige week over gehad hebben. En dat idee, hè, over dat nieuwe beeld van Christus, over het nieuwe beeld, hè, van hoe dat je als christen sociaal in de wereld zou moeten staan. Thomas Splint was daar, een aanhanger van. Hij heeft Fort Madox Brown dus zeg maar min of meer de opdracht gegeven om een grote werk te gaan maken. Helaas, Splint heeft het niet voltooid gezien. Die is uiteindelijk overleden voordat het werk afgemaakt is. Maar Splint had zelf wel suggesties en aanwijzingen over van wat hij zelf vond en hoe dat het werk mogelijkwijs veranderd zou moeten gaan worden. Bedenk je even hierbij wel, hoor. Hij heeft het gemaakt in de jaren 1852, 1865. Dit zijn jaren, maar dat geldt überhaupt voor Fort Madox Brown, waarin hij het echt niet breed gehad heeft. Ik bedoel, het is niet zo dat Fort Madox Brown en zijn vrouw en kinderen ooit honger geleden hebben, maar het was wel echt, Schraalhans is keukenmeester bij Fort Madox Brown. Dat lag ook een beetje aan zijn eigen karakter. De man was nogal erg eigenzinnig. En als je waarschijnlijk wat makkelijker plooibaar was geweest voor zijn omgeving en wat meer, zijn oren had laten hangen naar opdrachtgevers, en dan had hij mogelijkerwijs een wat makkelijker leven gehad. Nou goed, wat moet je erover zeggen? Een van de schilderijen die deze meneer Splint in zijn bezit had natuurlijk, is dit werk. Daar hebben we vorige week nog eventjes naar gekeken. En dit zegt ook al wel meer als genoeg, hè. Dit is dat werk wat ook gaat over dat christen-socialistische idee. En dat Jezus dus niet alleen maar de lijdzame man aan het kruis is, die eigenlijk voor de elite sterft, maar hier is Christus, hè, degene die het laagste van het laagste werk verricht en die de voeten wast van Petrus en zijn discipelen bij het laatste avondmaal. Dit is een Jezus die tegelijkertijd, ik zou zeggen, van een mooi gespierd lichaam voorzien is. En dus ook dat andere beeld komt hier weer in terug. En dus dat je niet als christen je lichaam uitmergelt, hè, omdat je op weg bent naar het hiernamaals, of jezelf kastijdt, hè, zoals we dat in de katholieke traditie in de middeleeuwen lange tijd tegengekomen zijn. Hè, maar dat je ook zorgt voor je lichaam, hè, dat het een tempel is van God. En dat juist dat fysieke ook een onderdeel uitmaakt van het christen zijn. Nou, dit schilderij heeft dus keurig netjes ook een Bijbelse tekst.
Vorige week heb ik hier al eventjes met jullie naar gekeken. Toen uiteindelijk Fort Madox Brown het schilderij af had in 1865. Toen was hij daar, en dat mag je rustig zeggen, terecht trots op. Hij heeft toen volgens mij was het in Manchester, maar het kan ook in Londen zijn. Zal Londen ongetwijfeld geweest zijn. Heeft hij een solo-expositie georganiseerd waar werken van hem gehangen hebben. Daarvoor heeft hij een specifieke catalogus geschreven. En in die catalogus schrijft hij dus ook uitvoerig over van wat je op dat werk van work tegenkomt. Hij heeft echt reclame gemaakt, hij heeft advertenties in de krant gezet, hij heeft posters opgehangen. En goed, hij heeft het grote geluk gehad dat dat het schilderij en de expositie positief ontvangen is destijds. En dat heeft ook uiteindelijk straks zijn opdracht in Manchester opgeleverd voor de muurschilderingen straks in het gemeentehuis al daar. Sorry, goed, je hebt nog steeds niet gezien waar het over gaat, maar het werk waar wij het over hebben is dit werk. Het heet ook heel simpel gezegd work. En je ziet ook al wel, het is een overladen vol schilderij. Het is echt een werk waar je een kwartier, 20 minuten naar kunt gaan kijken, waarin je allerlei details tegenkomt en waar, laat ik maar zeggen, heel veel verhalen over te vertellen zijn. Dus dat ga ik ook vandaag met jullie doen. Ik ga kijken naar de compositie. Ik ga kijken naar de achtergrond van de schildering. Ik ga kijken naar de betekenis ervan. Maar dit werk is dus meer als alleen maar een voorstelling van een straat in Londen, in Hampstead, een van de buitenwijken van Londen destijds. Maar het is ook tegelijkertijd een allegorie over arm en rijk, over werken en niks doen, over de wereld van de verkiezingen, over de wereld van het drankmisbruik. Alles zit hier, de wereld van stad en platteland, zelfs de wereld van de dieren zullen we uiteindelijk gaan zien. Hè, als commentaar op mensen vind je allemaal in dit werk terug. Heel veel figuren met een briljante schildering. Het werk hangt in Manchester. Het is 1,37 meter bij 1,98 meter. En daar zie je ook al direct het bijzondere onder meer aan dit werk. Want het formaat alleen al, 1,37 meter, 1,98 meter, is gebruikelijk een formaat wat je voorbehoudt aan de wereld van echte grote historiestukken. En dus dan heb je het over de grote goden, godenverhalen, koningsverhalen, bijbelse verhalen. We kennen dat uiteindelijk allemaal wel. Maar als je goed kijkt naar dit werk, wat centraal staat in dit schilderij, zijn eigenlijk een aantal arbeiders die met een klus bezig zijn. Ik zal straks nog wel uitleggen van waar zij exact mee bezig zijn. En zij zijn, zeg maar, de nieuwe helden van dit schilderij. En daarmee zou ik bijna kunnen zeggen, is dat voor het eerst sinds dat beroemde schilderij van Courbet, van die steenkloppers, waarin je dit soort arbeiders heel duidelijk weer actief bezig ziet. Nou, ik kom er straks nog op terug. Om even te waarschuwen, er bestaan twee versies van het werk. Er bestaat een grotere versie, die hangt dus in Manchester. Er bestaat ook een kleinere versie, die hangt in Birmingham. Die is 68 bij 99 centimeter. Wat zeg ik, ongeveer 69 bij 1 meter verhoudingen. En als je ze naast elkaar zet, dus ik zet ze hier even voor jullie naast elkaar, en je weet niets meer wat je moet gaan doen, dan zou ik ze allebei maar gaan nemen. Ik weet, in het Dagblad van het Noorden heb je altijd elke dag zo'n twee van die plaatjes staan. Daar staat dan in: zoek de 7 verschillen of de 10 verschillen of de 5 verschillen. Het maakt ook allemaal niet zoveel uit. Deze twee schilderijen zijn vrijwel identiek aan elkaar. Met uitzondering straks van twee dingen waar ik nog op terug zal gaan komen. Het eerste, en dat zie je ook al wel, dus dat de afbeelding rechts wat lichter is dan die links. Nou durf ik niet mijn hand ervoor in het vuur te steken of die afbeelding ook echt lichter geschilderd is dan de linker Manchester versie die je ziet. Dat kan ook te maken hebben met de manier hoe dat het gefotografeerd of vastgelegd is. Dus prik mij daar niet helemaal op vast. Ik zal vaak toch ook ik wissel ze af hoor, als ik het werk straks ga behandelen. En vaak zal ik ook een beetje voor de rechter gaan, omdat hij wat lichter is en daardoor soms dingen wat makkelijker en wat scherper te zien zijn. Maar ik heb werkelijk alles uit de kast geplukt intussen om
om bepaalde details te achterhalen, tot aan filmpjes en screenplaatjes die ik heb proberen te plukken, om alle details jullie toch te kunnen laten zien. Het tweede verschil wat tussen de beide werken zit, en ik weet niet of je dat al hebt gezien, want het is ook maar één echt opvallend iets, en dat gaat het namelijk om de dame links met de, ik zou zeggen, blauw-paarse parasol die zij heeft en de rode jurk die zij draagt. Als je beide dames met elkaar gaat vergelijken, dan zul je dus merken dat dat een ander gezichtje is. En dat heeft dus alles te maken, hè, dat terwijl Fort Madox Brown bezig was met dat grote schilderij van Work, waar hij jaren en jaren dus over gedaan heeft, toen kreeg hij op een gegeven moment de opdracht om nog een kleinere versie te maken, een soort van een kopie. En de echtgenote van degene die daar de opdracht toe gegeven heeft, dat is, ik zal even kijken, want ik heb haar hier in beeld. Daar is Maria Leithart geweest. En haar gezicht is uiteindelijk in de tweede versie komen te staan. Heel simpel gezegd, James Leithart was wederom zo'n man die in de Victoriaanse periode geld verdiend heeft, vooral in zaken doen en in de wereld van de industrie. Verzamelde daarmee geld en ging kunst verzamelen. En zo ging dat natuurlijk in die tijd. Werd op een gegeven moment geadviseerd door iemand uit zijn omgeving om vooral voor zijn kunstverzameling Pre-Raphaëlieten aan te schaffen. Dus werd vervolgens een goede vriend van de Pre-Raphaëlieten. Heeft ook meerdere werken in zijn bezit gehad. Jullie zien het ook al wel. En zijn vrouw is hier ook links geportretteerd door Dante Gabriel Rossetti, die andere grote Pre-Raphaëliet. En Fort Madox Brown heeft zelfs James Leithart zelf ook nog geschilderd. Ja, en hij heeft toen gezegd van, ik wil eigenlijk ook een versie, geef mij dan maar een kleinere. En die heeft Madox Brown tussendoor geschilderd. Zoals dat gaat in de 19e eeuw met dit soort vermogende, succesvolle mannen. Dan ben je succesvol en dan zit het economisch ineens heel erg tegen. Hij had een grote kunstcollectie in de jaren 70 en 70-71, Frans-Duitse oorlog, de crisis die daaruit voortkomt, heeft uiteindelijk geleid dat de man bijna failliet gegaan is en moest toen vervolgens zijn hele kunstcollectie weer verkopen. Maar goed, haar gezicht prijkt uiteindelijk in die tweede voorstelling, die je hier ziet in de Birmingham-versie. De dame die in de eerste versie te zien is, maar dat zullen we straks nog wel gaan zien. Ik pak hem eventjes weer terug als ik hem kan vinden hier. Dat is de echtgenote van Fort Madox Brown zelf. Maar je zult natuurlijk begrijpen dat Madox Brown natuurlijk veelvuldig van modellen gebruikt heeft bij deze voorstelling. Van sommigen kunnen we echt heel duidelijk aangeven wie dat zijn. Anderen zullen we waarschijnlijk wel nooit weten, maar is ook niet het allerbelangrijkste in het geheel. Goed, dat als inleidende verhaal. Er zijn dus twee versies. Ze verschillen eigenlijk niet of nauwelijks van elkaar. Goed, wat moet ik hier van zeggen? Het gaat dus over de wereld van het werk. En een van de grote ideeën die erachter zitten, dat werk heel erg belangrijk is, kun je onder meer terugvinden in het werk van Thomas Carlyle. Ik hoop niet dat jullie misselijk worden, want ik spring af en toe een beetje qua beeld heen en weer. Maar als je op deze schildering gaat kijken, dan zie je rechts tegen de leuning, je hebt een straat ongeveer van twee niveaus, daar staan twee mannen opgesteld. De man met de hoed die daar afgebeeld is, dat is Thomas Carlyle. Thomas Carlyle, we zullen hem nog uitvoerig voorbij zien komen, is een van de grote essayisten, historici, denkers en schrijvers. En een van de meest invloedrijke mensen in de Victoriaanse 19e eeuw geweest. En zijn opvattingen over het idee van werk, tussen aanhalingstekens, dat wat ik al gezegd heb, dat werk ongelooflijk belangrijk is. Niet alleen met het idee dat je daardoor jezelf verwerkelijkt, maar omdat de mens ook in staat is door werk grootse dingen te gaan verrichten. En daarmee vindt hij ook dus dat je daar je vooral op moet gaan concentreren. Dit is even een letterlijke tekst uit Past and Present. Die Past and Present
Wederom, dan ga ik al dat werk zullen we volgende week ook nog wel gaan kijken. Het is een beetje typerend ook voor de 19e eeuw. Opvallend, daar werd ik vanochtend natuurlijk op gewezen, hè, is dat Thomas Carlyle natuurlijk in dit geval, als je het heeft over werk heeft, spreekt over mannen. Hè. Vrouwen komen hier natuurlijk niet in naar voren, want de man was natuurlijk een echte middenklasser. Dat wil zeggen natuurlijk niet als auto zijnde, maar iemand uit de middenklasse afkomstig. En jullie weten dat de Victoriaanse opvatting over het algemeen is dat vrouwen dus niet mogen werken. Ook dat aspect, dat mannen werken en vrouwen niet werken, ook dat aspect zie je straks in het schilderij weer terug. Keren. Goed, dat zullen we allemaal nog wel gaan zien. Dit is hem dus, Work, zoals het dan heet. Ik loop er even met jullie door. Het is geschilderd hoor in Hampstead. Daar was hij neergestreken met zijn gezin. We kennen het eigenlijk al wel, want dit was het tafereel wat hij daar vanuit zijn, ja, laat ik zeggen, kamerraam zag als hij in de verte keek. En dit fantastische schilderij waarvan Joe Ruskin dus vond dat hij, of hij niet een mooier onderwerp had kunnen kiezen dan dit. En dan is typisch waar, laten we zeggen, Fort Maddox Brown dan degene ziet van, ja, dit was gewoon degene wat ik uit mijn kamerraam zag, weet je wel. Zo van, dat heb ik gewoon geschilderd. Dat geeft ook wel aan dat de man een beetje moeilijk en korzelig was in het geheel. Goed, het is een echt pre-Raphaëlitisch schilderij. En bedenk even ook hoe dat het hier ontstaan is. Hij begint in 1852 te schilderen. Hij krijgt het idee als je een aantal werkers aan het werk ziet. Gaat vervolgens op een locatie. En komt er uiteindelijk hieruit. Wat dan heet de Mount on Heath Street in Hampstead. Zoals het dan heet. Waar je een hogere en een lagere weg naast elkaar ziet lopen. Hier heeft hij letterlijk een groot deel van het schilderij gemaakt. Dat wil zeggen, ik zou bijna zeggen, de voortvarende pre-Raphaëlitische manier. Heeft hij namelijk het landschap, dus de achtergrond en de omgeving die je op het schilderij ziet, heeft hij letterlijk buiten geschilderd. Hij had er een speciale kar voor ontwikkeld en gemaakt waar zijn schildersezel en zijn spullen op stonden, zodat hij dus als het mooi weer was en als de zon scheen en het licht goed was, dat hij buiten, en dan had hij een soort van een staketsel, heb ik begrepen, man, van gordijnen eromheen hangen, zodat hij geen last had van vals licht en ook niet te veel van bezoekers. Daar schilderde hij dus dag in, dag uit. Letterlijk de omgeving die je daar in Hampstead tegenkomt. En let wel even op van wat hij hier dus doet. Dit plein air schilderen, dat buitenschilder wat je bij de pre-Raphaëlieten natuurlijk tegenkomt. En dat doet hij dus al dag in dag uit voordat überhaupt het woord impressionist uitgevonden is. Dit is even een snelle schetsschildering van dezelfde situatie die natuurlijk gemaakt heeft, om een beetje de indruk van te maken. Tuurlijk heeft hij straks wel wat dingen aangepast, maar zo gaat dat nou één keer. Nou, laten we eerst even naar het werk kijken in meer dan één opzicht. Eén, het is een typisch pre-Raphaëlitisch schilderij. Dat wil zeggen, het zit vol met details. Er zit ook heel veel allegorische betekenissen in. Er zitten dubbele lagen in. Het is geschilderd in een blinkende zomerse zonlicht. Het heeft geen donker licht met chiaroscuro of clair obscuur, zoals we dat bij Caravaggio tegenkomen, of zoals we dat bij Rembrandt vervolgens tegenkomen. Het is na de realiteit, na de werkelijkheid geschilderd. Het is buiten geschilderd. Het is kleurrijk. Het is vrolijk. Het is met vol van objecten. Kortom, het ademt aan alle kanten precies datgene wat je eigenlijk verwacht bij een pre-Raphaëlitisch schilderij. En het is ook zeer goed doordacht in het geheel. Als je naar de compositie gaat kijken, dan in basis zitten er meerdere facetten in. Maar laten we maar even heel simpel beginnen. Ten eerste heeft het een beetje een ronde vorm aan de bovenkant, waardoor je ook een beetje iets van een altaarstuk-achtig iets gaat krijgen. Maar je zult straks nog wel zien dat op de lijst ook tekst staat. De compositie is in eerste instantie, zou je kunnen zeggen, een driehoekscompositie of een piramidecompositie, met de twee ruiters op de achtergrond op het hoogste punt.
en dat breed uitwaaierend aan de onderkant. Alleen dat vind ik eigenlijk al heel erg mooi en knap van hem gedaan. Want het schilderij is namelijk niet alleen maar een piramide in een vorm van hen compositie, maar het is ook eigenlijk letterlijk een sociale piramide waar je naar zit te kijken. Die man en die vrouw op het paard, dat is de wereld van de aristocratie. En dat is dus de wereld van het niets doen, zou ik bijna willen zeggen. Als je naar de voorgrond kijkt, en kijk alleen maar naar die kinderen die erop staan, en als je naar de man naar links gaat kijken, dan zit je aan de onderkant van de samenleving. Dus dan zit je echt lekker letterlijk in de wereld van de armoede. Tegelijkertijd heeft hij iets achthoekigs over zich, als je er goed naar kijkt. En wat ook wel weer heel erg knap is en erg opvallend is, dat in al die drukte van die figuren, van je ogen, gaan natuurlijk eigenlijk steeds rondzoekend naar wat daar te zien is, dat het midden eigenlijk bijna leeg is op die schep en die arbeider na die daar in het midden staat. Maar tegelijkertijd heeft het ook nog een andere dubbel iets. Eigenlijk van als je van links naar rechts gaat kijken, dan gaat het van vol naar leeg. En het is ook een beetje een voorstelling, hè, van stad tegenover het platteland. Dit is de wereld van de stad en de drukte in de straat en alles wat zich daar afspeelt. Dat zie je dus aan de linkerkant. En rechts, een beetje symbolisch, daar zie je dan meer de ruimte weergegeven. En als je iets denkt van wat heeft dit nou met het platteland te maken? Als je goed kijkt achter die balustrade, ik kom er straks nog op terug, daar zitten en daar liggen eigenlijk allemaal mensen. En dat zijn mensen die van het platteland afkomstig zijn. Tegelijkertijd weet je het heel mooi eigenlijk in te vullen. Het werk heet werk. En wat doet hij in dat werk? Eigenlijk in het midden, daar zijn mannen aan het werk. Die werken ook letterlijk in dit geval. Hè? Die hebben het te druk met ons en hun omgeving. En die zijn daar actief. En hè, de mensen die om hen heen bevinden, doen eigenlijk niks. Om wat voor reden dan uiteindelijk ook. Met uitzondering, hè, zou je dan misschien kunnen zeggen, van de twee mannen die helemaal rechts staan. Dat is Thomas Carlyle en dat is, ik vergeet altijd zijn naam, Maurice is zijn naam. We hebben hem vorige week ook al gezien in het verhaal van het christensocialisme. Maar zij zijn dan zogezegd geen mensen die met hun handen werken, maar zij zijn mensen die met hun hersenen werken en hun gedachten goed en hun filosofie uitdragen naar de grote wereld. Nou, jullie hebben een mooie tijd gehad om even ertussen naar het schilderij te kijken. Dus ik ga nu even serieus het echte invulling daarvan van doen. Wat is een beetje de achtergrond daarvan geweest? Nou, het allereerste hoor ik, ga toch eventjes terug om te laten zien. Maddox Brown kwam met het idee van dat schilderij toen hij op een gegeven moment in de straten van Londen, hè, en ook onder meer aan Hampstead, bouwvakkers, ik noem ze even voor onze begrippen, bouwvakkers bezig zag met de aanleg. En dat zie je hier eigenlijk ook in het midden weer gegeven van de wereld van waterleiding en de wereld van riolering. Dus daarmee is het ook typisch een 19e eeuwse Victoriaans iets. Dit is een reactie op die verschrikking die we in de 19e eeuw tegenkomen in de grote steden, hè, van wat we dan met een mooi woord noemen de cholera. Die ziekte die vooral veroorzaakt door slechte hygiëne en vooral, hè, door slecht drinkwater wat vervuild is. En cholera is sowieso althans in de wereld een nieuwe ziekte. Het bestond al langer in India, maar zal na 1817 over de wereld gaan verspreiden. En dan krijgt het natuurlijk ook vervolgens Europa in de greep. In die grote steden, en zeker ook in Londen en Parijs, is de manier om cholera te bestrijden. Ja, blijkt uiteindelijk iets te gaan doen aan riolering en aan de wereld van het schone water. En die inzichten zijn allemaal eigenlijk nog maar vrij nieuw. En wat wij hier zien, en ik heb hier ook even onder gezet, dat zijn navvies, zoals het heet. Ik zal straks er nog wel iets meer over gaan zeggen. Maar navvies waren de bijnamen eigenlijk van mensen die je als navigators zou kunnen gaan noemen. Dat waren arbeiders die over het algemeen betrokken waren bij, laat ik maar zeggen, civiel ingenieurs. Projecten. Dus dan moet je denken aan aanleggen van spoorwegen, het graven van kanalen, et cetera. En hier zijn zij dus bezig met het aanleggen van de infrastructuur en de nieuwe infrastructuur die we in de 19e eeuw tegen gaan komen. Herr Hausmann doet het straks natuurlijk in Parijs, maar hier zie je het uiteindelijk in Londen plaatsvinden. Hier in Hampstead, wat een
toch een relatief chique wijk is. Zeker ook in die tijd. Het is geen arm arbeiderswijk. Dus het is natuurlijk wel de reden dat ze daarom hier op deze locatie daarmee begonnen zijn. Maar daarbij moet je dus ook bedenken. En die arbeiders die je hier ziet zijn tegelijkertijd ook mensen die vreemden zijn in deze omgeving. Dit zijn mannen die komen dan waarschijnlijk uit een ander deel van Londen, waar ze overnachten of verblijven. Ik zou bijna zeggen, zoals wij met de Polen of andere gastarbeiders uiteindelijk werken. Die gaan naar de plek toe waar ze hun werk moeten doen. En die vertrekken 's avonds vervolgens weer van hun arbeidslocatie naar de plaats waar zij overnachten. En dat kan op allerlei verschillende plaatsen zijn. Want hun achtergrond kan heel verschillend zijn. Dat zullen we straks ook nog wel gaan zien. In die zin verschillen zij in zekere zin van de mensen die om hen heen zich bevinden, waarvan je aan mag nemen dat dat eigenlijk mensen zijn die vooral ook uit de omgeving van Hampstead en uit de wijk Hampstead zelf afkomstig zijn. Poeh, nou goed, wat heeft hij willen doen? Hij had zoiets van, dat onderwerp wil ik eigenlijk als nobel onderwerp vervolgens gaan schilderen. Napolitaans, dus ik heb daar een tikfout gemaakt. En van de Lazzo of de Lazzari zo. En wij kennen natuurlijk in de traditie van de schilderkunst af en toe al wel, zeker in de Italiaanse schilderkunst, dat je arbeiders weergeeft. Hè, maar dat je 19e eeuwse moderne wereld van arbeiders weer gaat geven in Engeland. Hè, dat was eigenlijk volslagen niet. Maar voor hem waren deze arbeiders, net zoals in de ogen van Thomas Carlyle, de nieuwe helden van hun tijd. En dat zal straks ook wel blijken uit het werk zelf, hoe dat het afgebeeld wordt. In die zin is het ook het afzetten tegen de wereld van wat je zou kunnen zeggen, wat we in oude traditie tegenkomen. Dan zie je altijd de mooie sociale orde en het leven in Engeland weergegeven, zoals hier op het schilderij van William Collins. Rustic civility heet het. Het hoort zo van een rustieke omgeving. En met de keurige sociale verhoudingen die hierin zitten. Dit is het plattelandsleven wat weergegeven wordt. Met een respectvol sociaal systeem. Misschien heb je het nog niet in de gaten. Maar dit is arme jongetjes die daar zitten. Maar een mooie omgeving met de natuur die erin zit. Maar dat jongetje wat voor dat hekje staat, dat salueert eigenlijk, dat begroet eigenlijk. Dat maakt eigenlijk zijn keurige gebaar richting, laten we zeggen, waarschijnlijk een aristocratisch iemand die te paard voorbij komt. Want als je op het pad kijkt, zie je op de voorgrond namelijk de slagschaduw van de ruiter met zijn paard voorbij komen zitten. Dit is natuurlijk over het algemeen het thema wat je ziet. Het mooie is natuurlijk wat Fort Madox Brown eigenlijk doet, is datgene wat Manet natuurlijk ook gedaan heeft in zijn werk, straks de impressionisten eigenlijk ook in zijn werk doen. Hij is de wereld van het stad en het leven in de stad als onderwerp van zijn schilderijen te gaan nemen. Maar wat hij hier doet, is dus dan niet de burgerij met de hoge hakken en zijn mooie laarzen en zijn pakken als helden weer gaan geven. Maar hier zijn het dus de eenvoudige arbeiders die vooral de helden van dit schilderij zullen zijn. Dat is één. Het tweede, wat een heel duidelijk element erin zit, is dat je wat je bij Fort Madox Brown tegenkomt. Fort Madox Brown had een hele grote bewondering voor die, die beroemde schilder die wij intussen kennen als William Hogarth, die vooral anekdotisch, sociaal, commentaarachtige schilderijen en prenten vervolgens vervaardigde over vrouwen die naar de stad gaan en in de prostitutie terechtkomen, drankmisbruik, alles komt voorbij zetten. Zo heeft hij dus ook een reeks schilderijen gemaakt over de Engelse verkiezingen. En dan hebben we het natuurlijk over de 18e eeuw en dan hebben we het over de parlementsverkiezingen in die tijd, waar hij natuurlijk, zoals je op dit schilderij ook kunt zien, dit is het vierde schilderij overigens in een reeks, stevig de draak mee aan het steken is. Typisch Hogarth-achtig, met die kleine komische elementen die erin zitten, met die dubbele boodschappen. En die, dat komische element in die dubbele boodschappen zul je straks ook aan alle kanten in het werk van Brown aan gaan treffen. Sterker nog, hier zit de wereld van de verkiezingen in. Het is ook niet stom toevallig hoor, dat ik het werk genomen heb. Je zult straks zien dat ook in Work de wereld van de politiek en de verkiezingen terug te vinden is. Nou, mocht je nog niet overtuigd zijn dat de beste man een grote voorkeur en liefde
liefde voor het werk van Hogarth had. Dan kan ik je zeggen dat hij in ieder geval aan de basis gestaan heeft van de oprichting van de Hogarth Club, zoals het dan heet. Dat was een groep kunstenaars die eigenlijk bewonderaars waren van de grote schilder Hogarth. Die bestond voor een groot deel uit de voormalige pre-Raphaëlieten. En dat clubje van de pre-Raphaëlieten was op een gegeven moment uit elkaar gevallen. En deze Hogarth Club moest dan ervoor zorgen dat er tentoonstellingen georganiseerd werden geïnspireerd en onder meer ook in nagedachtenis met het werk van Hogarth zelf. En goed, je ziet het hier ook al wel aan de rechterkant, zie je, ik zou zeggen, de portier van de club met een fles wijn. Dus het zal een gezellige boel geweest zijn wat dat betreft. Maar getekend door Holman Hunt. En Holman Hunt zijn we natuurlijk intussen ook al tegengekomen bij de pre-Raphaëlieten. Met name als de religieuze schilder. Goed, en dat we die wereld van Hogarth straks tegenkomen in het schilderij. En dat kun je ook hier onder meer in terugvinden. Want niet alleen zit de wereld van de politiek erin. Maar wederom, als commentaar, laat ik ook eventjes dit zien. Dit is een element wat we straks ook in het schilderijwork weer tegen gaan komen. En dit zijn de beroemde prenten van Beer Street en Gin Lane uit de 18e eeuw. De grote ramp van de 18e eeuw in Engeland, eigenlijk überhaupt in Europa, is de opmars geweest, zou je kunnen zeggen, van gedestilleerde drank. Hè? Van drank met grote percentages alcohol er vervolgens in. En dat leidde tot allerlei ellende om je heen. En dat zag Hogarth natuurlijk ook heel duidelijk. Vandaar dus dat hij hier deze twee prenten gemaakt heeft. De linker, Beer Street, van de wereld toen de mensen eigenlijk alleen nog maar bier dronken. Nou, toen was het allemaal gezellig en werd er gewerkt. En weet ik veel wat allemaal meer dat je daarbij kunt verzinnen. Aan de rechterkant zie je Gin Lane. En Gin Lane is de wereld van de sterke drank, gin. En hier zie je welke, laat ik zeggen, drank maakt meer kapot dan dat je lief is. Is hier heel duidelijk in te zien. Moeders die hun kinderen verwaarlozen vanwege de drank en het snuiftabak. Je ziet hen huizen instorten die niet goed onderhouden gaan worden. Mensen die hun spullen verpanden om aan drank te kunnen gaan komen. Honger wat geleden wordt. Kortom, de gevaren van drank voor de mensheid zijn heel duidelijk aanwezig in deze twee prenten als een mooie boodschap. Ook dit element van Hogarth over de wereld van de drank zullen we straks in work weer voorbij zien komen. Dat maakt dat werk ook zo mooi gelaagd en met heel veel verschillende dingen die erin zitten. Goed, nou even naar de details. Ik heb deze er even tussen gestopt om een beetje ook een indruk te krijgen hoe groot het werk is. Het hangt dus in Manchester. En het is ook echt een publiekstrekker. En als mensen naar Manchester gaan en je gaat naar het museum, ga je met name voor dit werk, alhoewel er ook heel veel pre-Raphaëlieten hangen. Nou, we zijn nu intussen zo ver weer heen dat je bij wijze van spreken straks weer mag reizen. Dus als je echt niet weet wat je moet doen deze zomer, zou ik naar Manchester gaan. Alhoewel met de Brexit, misschien moet je er even nog mee wachten. Maar work, christensocialisme, Fort Madox Brown, alles past hier in elkaar. Want het schilderij, je ziet het vaak eigenlijk alleen maar afgebeeld als prent zijnde, maar het schilderij heeft zelf ook een veelbetekenende lijst. Op die lijst heeft dus Fort Madox Brown vier teksten gezet. En dit zijn dus vier teksten die komen uit de Bijbel. En dat zijn dus teksten, en probeer niet deze te lezen hoor, maar dit is even voor jullie om te bewijzen dat het er echt op staat in dit geval. Maar dat zijn teksten uit de Bijbel die eigenlijk allemaal verwijzen naar de wereld van het werk. En om te beginnen natuurlijk met Genesis, die beroemde uitdrukking, na de zondeval, waarbij de veroordeling van de mens zal zijn. In het zweet uw aanschijns zult gij uw dagelijks brood verdienen. Wat je in Genesis 3 vers 19 terugvindt. En vervolgens teksten ook uit het Nieuwe Testament, waar iedere keer staat, wat moet je doen als mens zijn, als man zijn. Je moet hard en deugdzaam werken. Je moet spaarzaam zijn. Je moet oprecht zijn, et cetera. En daarmee wordt het werk eigenlijk een
religieus werk, want het gaat over werk, maar het is eigenlijk een aards werk. Je moet er niet echt een heel diepe religieuze betekenis achter gaan zoeken. Hoewel, daar gaan we dan weer, hè, als je naar de centrale figuren gaat kijken. En dat is het, ik pak eventjes deze, pak ik er even uit. Ik ga even met jullie naar de arbeiders kijken, hè, die in het centraal bezig zijn. Van wat doen zij eigenlijk? Nou, ze zijn dus aan het graven. Ze zijn dus letterlijk zo'n grote open riool aan het graven met metselwerk erin. Hè, waar dan vervolgens die waterleiding en die riolering, hè, als afvoer uiteindelijk plaatsvindt. Centraal staat een man, hè, met die schop, die bijna, hè, alsof het hem geen enkele moeite kost, aarde op die grote hoop aan het gooien is. Het mooie eraan is dat de man eigenlijk wel heel symbolisch hier afgebeeld is. Omdat als je heel goed kijkt, hij namelijk ook nog een bloem in zijn mond heeft. Dus het is niet alleen maar werk, maar het is ook de wereld van schoonheid en de wereld van de natuur. En je zou bijna kunnen zeggen dat hij de held is. Maar dit is natuurlijk geen historisch stuk. Maar iedereen die thuis is in de wereld van de kunstgeschiedenis, die weet ook direct, hè, dat Fort Madox Brown hem niet zomaar geschilderd heeft, maar dat hij daar ook een dubbele bodem bij gedacht heeft. Want de pose, de houding die de beste man hier eigenlijk aanneemt, lijkt namelijk heel veel op de houding die je bij de beroemde Apollo van in de Belvedere, Apollo Belvedere, die in het Vaticaan Museum opgesteld is. Dus wat hier eigenlijk gebeurt, hè, is dat de werker heel wel bewust eigenlijk door hem ervoor gekozen wordt. De werker is de nieuwe god en is de nieuwe held geworden. En als je dat gaat plaatsen wederom in die wereld van het christendom en het christensocialisme, zou je bijna kunnen zeggen, hè, deze gespierde, hardwerkende, in goede conditie verkerende iemand neemt hier zelfs, en het is een hele foute opmerking die ik hier maak, hem bijna de plaats van Jezus in de hele voorstelling. Maar dan symbolisch gesproken natuurlijk in dit geval. Nou, er zijn een aantal mannen aan het werk, loop ik met jullie door. Dan zul ik wel zien wat er aan de hand is. Hij staat er met zijn blouse. Dit zijn dus die navvies, die navigators die daar aan het werk zijn. Een man is even gestopt en slaat een pint bier achterover met zijn blouse. Ik ga er straks nog wel iets over zeggen. Dat heeft natuurlijk straks alles weer met de drank te maken. Achter hem, daar staan twee andere mannen. Een met rood haar en de ander met een hoed op zijn hoofd en een pijp in zijn mond. De een, hè, draagt een emmer en met een appel in zijn hand. En de ander is straks de weg aan het egaliseren, zou ik zeggen. Die twee zou iedereen in de 19e eeuw in Londen destijds herkend hebben als Ieren. Dus dit zijn, laat ik maar zeggen, mensen, hè, de Ieren, die van het Ierse eiland overgestoken zijn naar Engeland toe om daar werk te zoeken. En die zijn hier dus nu werkzaam bij het aanleggen van de spoorwegen, bij aanleggen van de riolering, de infrastructuur van Engeland zelf. Waarbij direct nog iets anders opgemerkt moet worden, en wat iedereen misschien wel direct op zal vallen. Een van die mannen heeft dus rood haar. En dat is natuurlijk ook, de meeste mensen zullen zeggen, dat is ook typisch Iers, hè, rood haar en Ieren, dat hoort een beetje bij elkaar. Maar hier zit ook nog weer een andere twist in dit geval in. Je moet maar eens even opletten hoe vaak dat namelijk pre-Raphaëlieten mensen schilderen met rood haar. En waarom doen ze dat? Nou, dat heeft straks twee dingen te maken. Het tweede heeft straks met esthetica te maken. Maar dat doen ze ook vooral omdat roodharige mensen namelijk als, temperamentvolle mensen bekend stonden. Ik bedoel, als ik in Italië kom, tegenwoordig zeggen ze dat niet meer. Maar mijn echtgenote liep altijd met rood geverfd haar rond. Overigens niet echt heel erg rood. En de vrienden van ons, die zeiden altijd zoiets van als ze haar zagen, il rosso sono cattivi. Oftewel, hè, de roodharigen, die zijn nogal wild wat dat betreft. Die moet je in de gaten houden, die zijn temperamentvol en dat soort zaken meer. En daar werd eigenlijk wat argwanend tegen aangekeken. Dus het idee, hè, dat hier een roodharige afgebeeld werd, dat deed je over het algemeen niet. Alleen al het feit dat je dat doet als veelvuldig straks ook schoonheidsideaal gaat doen door de pre-Raphaëlieten, was eigenlijk al een stukje middelvinger opsteken richting de Victoriaanse maatschappij waarin zij verkeerden. Voetnoot daarbij, maar dat zal straks een hoofdnoot gaan worden. Het feit, hè, dat wij tegenwoordig heel vaak ja
juist mannen en vrouwen met rood haar juist mooi vinden. Een heel schoonheidsideaal. En als je zo'n mooie, grote dos met rood haar hebt. En dat vinden wij prachtig. Dat was dus in de 19e eeuw, in de eerste helft van de 19e eeuw, dus niet het geval. Het zijn met name de pre-Raphaëlieten geweest. Het is vooral Dante Gabriel Rossetti geweest. Die dus dat rode haar als een, nou laat ik maar zeggen, schoonheidsideaal naar voren gebracht heeft. Dus sindsdien is rood haar mooi. Laten we dat maar eventjes heel simpel zeggen. Goed, kunnen jullie het nog volgen? De man die daarvoor staat met zijn open mond en in zijn hand draagt hij een soort van een kist, een krat, waar twee stenen pijpen op liggen. Dat is geen arbeider in dit geval. De man die daar staat, dat is, iemand die van de kroeg afkomstig is. En dat is dus ook degene die de man daarachter van zijn bier heeft voorzien. Dus dat treetje wat hij daar vasthoudt, dat bakje, daar heeft dus die biertrent in gezeten. Maar ook hier zitten dus tegelijkertijd weer meer dingen in. Allereerst, hij komt dus van de kroeg, dus is daar uiteindelijk in dienst. Hij is dus niet een van de arbeiders. Onder zijn arm, daar draagt hij een krant, dat is de Times, mocht je dat willen weten. Maar hij staat ook tegelijkertijd een beetje voor de symbool voor, hoe zal ik het zeggen, voor die zogenaamde would-be dandy, zoals het dan heet. Iemand die zich te mooi en te chic gaat kleden en gedragen, terwijl hij dat eigenlijk niet is. Dus als je naar zijn vestje gaat kijken, met dat rode stof en met die juwelen, wat waarschijnlijk deels nep is, met dat vlinderstrikje wat hij uiteindelijk op heeft, probeert hij, laat ik maar zeggen, chiquer te zijn dan dat hij eigenlijk in werkelijkheid is. En wat Fort Maddox Brown hier ook met name heel mooi mee doet. Hij staat hier natuurlijk met dat kistje in de handen, met die pijpen daar vervolgens op. En staat te roepen. Dan probeert natuurlijk zijn waar aan de man te brengen. Heeft natuurlijk hier al een pint bier verkocht. Harry, ja? Mag ik wat zeggen? Ik heb steeds gedacht dat hij aan het zingen was en het bladmuziek voor zich had. Nee. Ja, dat is het dus niet. Nee, nee. Maar een van de leuke grappen die... zo kun je het zien hoor. Misschien zie je het er ook helemaal niet in. Maar een van de leuke grappen die Maddox Brown dus hier uithaalt, is dat hij laat hem zeg maar zien als iemand die een beetje te poshie is voor wat hij eigenlijk is. Maar tegelijkertijd houdt hij zijn rechterhand in zijn schort. En sommige mensen zeggen dan ook van waarschijnlijk is hij daar iets aan het krabben. En dan ga ik verder niet in detail in van wat hij daar aan het krabben is. Dus daar steekt Maddox Brown de draak vervolgens met hem. Dit was trouwens typisch Maddox Brown. Van Maddox Brown, dat weten we toen hij namelijk de figuur schilderde in zijn atelier. Want dat heeft hij natuurlijk niet buiten gedaan. En toen scheen hij, zijn andere pre-Raphaëlitische broeders werden er helemaal gesjoggen van. Hoe lang dat hij erover zat te denken van wat voor vestje dat zou moeten zijn. En wat voor decoratie dat er allemaal op moest met juwelen, et cetera. Hij heeft echt heel zwaar en lang nagedacht over hetgeen wat hij daar afbeeldt. De man wat is dan die standaard voor blad, wat ik als bladmuziek standaard zag? Wat is dat dan? Wat die man met die bierpil onder meer vasthoudt, bedoel je? Ja, als je goed kijkt en je kijkt naar de man met de schop, dan zie je onder de schop zie je namelijk een man met een soortgelijke, laat maar zeggen, een schop voorbij komen zetten. Dus dit heeft zo'n L-vorm waarin je dus bijvoorbeeld stenen kunt laden. Dus het is een schop waar je een grotere lading in kunt leggen. Oh. Dus dat is hetgeen, want ze zijn natuurlijk aan het graven aan de ene kant, maar wat ze vooral doen is ondergronds een soort van een tunnel bouwen. En dat kun je ook heel mooi zien als je naar de, als je naar de man op de voorgrond kijkt die met zijn schop bezig is. Maar je zou je misschien ook kunnen afvragen waar die man in vredesnaam mee bezig is. Ik zal even kijken of ik het volledige plaatje daarbij kan vinden. Maar wat je dus nodig hebt voor het maken van, voor het metselen van natuurlijk zo'n tunnel. Dat is specie, dat is dus mortel. En wat hij dus doet is met zijn schop kalk gooien tegen een zeef aan. Dus wat daar recht overeind staat is een zeef.
En wat daar achter die zeef ligt, dat is dus de gezeefde kalk, die dus straks gebruikt wordt voor de mortel. En ook daar speelt straks Fort Madox Brown namelijk een heel leuk grapje. Want het is een soort van een zeef die voorbij komt zetten, waarbij het verfijnde materiaal uiteindelijk aan de andere kant terechtkomt. En dat is een beetje een verwijzing ook naar die optocht die daar aan de linkerkant over het trottoir voorbij komt zetten. Dat mag je zelf verder invullen met wat je daarvan van zou willen. Goed, maar dit is de wereld van de arbeiders die we daarin hebben gezien. Nou, de Apollo Belvedere hebben we al gehad. En dat, nou goed, dat hebben we vorige week ook al gezien. Hè, dat Madox Brown die wereld van de Ieren kende, ook compassie met hen had, zag hè, hoe ellendig dat zij het hadden. En blijkt ook onder meer wel uit het feit hè, dat hij in diezelfde periode dit prachtige portret van het Ierse meisje uit 1860 geschilderd heeft. En als je dan nog steeds niet snapt van wat hier onder meer het bijzondere aan is, maar vergelijk bijvoorbeeld dit meisjesportret hè, van het Ierse meisje met heel veel liefde vervolgens van haar geschilderd. Natuurlijk met die prachtige koornbloem in haar handen. Maar jullie weten, ik heb niet zoveel verstand van bloemen en planten. Maar vergelijk maar eens de manier hoe dat hij hier dit meisje schildert. En vergelijk dat straks maar eens eventjes weer als je naar die schilderijen van Millet, die Society schilder, gaat kijken. Die op de manier dat die zijn meisjes schilderen of zijn kinderen schildert. Daar zijn het allemaal van die, ja, een beetje van die hele zoete kinderen. En dat is hier dus absoluut niet het geval. Goed, nou, wat zit er nog meer in? Het is natuurlijk een hele optocht. Ik pak toch even deze direct bij, dan kun je het even direct zien. Want hier is natuurlijk een man bezig met bier aan het drinken. En aan de in het centrum van de schilderij wordt gewerkt. Daar zijn ze hard aan het werk. Aan de linkerkant zijn dus mensen te zien die niet aan het werk zijn. Daar lopen vervolgens twee dames. De middelste dame die daar loopt met haar parasolletje en haar rode jurk aan, is typisch een voorbeeld voor de 19e eeuwse middenklasse. Dat wil zeggen, zij is iemand die niets doet. Het enige wat zij doet is, laat ik maar zeggen, mooi zijn met chic kleding. En zo loopt zij hier over straat. En zo is zij hier ook vervolgens te zien. En een oplettende beschouwer heeft dan al lang in de gaten dat het hondje wat je links op de voorgrond ziet met dat jasje vervolgens aan, dat het ongetwijfeld bij haar zou gaan horen. Want als dame uit de welgestelde kringen en uit de middenklasse hoorde je eigenlijk niet te werken. Evenmin hè, als die dame die erachter op het paard zit, wat de dochter van de aristocraat is. Je werkt eigenlijk alleen maar als je moet. Of als je met goede dingen bezig bent, met goed liefdadigheid bezig bent. En dat kom je dus vervolgens ook hierin tegen. Want achter die dame met een parasol loopt nog een dame met een parasol, met dat paarse kapje vervolgens op. En als je goed kijkt, houdt zij namelijk briefjes in haar hand. Houdt zij pamfletten in haar hand. En wat mag je dus als, nou ik zeg, middenklasse, middenklasse dame, klinkt net alsof ik steeds over auto's of weet ik veel wat heb. Wat mag je natuurlijk wel doen? Je mag je wel inzetten voor goede zaken. En je mag wel aan liefdadigheid doen. En een van de dingen waar je natuurlijk in deze 19e eeuwse maatschappij, als je in het geloof en evangelisch bent, je druk over maakt, is dat de wereld van de drankmisbruik. Dus wat zij bij zich heeft, dat zijn papieren, dat zijn pamfletjes die mensen waarschuwen tegen drankmisbruik. Blijf ver weg van de alcohol. En dat is natuurlijk wel heel erg grappig. Want zij loopt daar met haar foldertjes. Terwijl hen precies midden op straat intussen een van de bouwvakkers bezig is om een pint bier naar achteren te slaan. Die hebben ook helemaal geen boodschap aan dat verhaal. En dat ze daar geen boodschap aan hebben, kun je onder meer zien. Hè, van als je onder de schop gaat kijken, van de man, hè, waar ik zou bijna zeggen, tussen de beide schoppen in. Hè, van de man die daar bijna uit de grond steekt. Dan zie je daar iets blauws zweven. Dat is dus in principe een van die traktaatjes van, die van haar afkomstig is. En die dus, ja, laat ik maar zeggen, waar niemand naar kijkt, die zweeft daar rond. En als je rechts op de voorgrond naar de kruiwagen gaat kijken, vind je daar ook nog een propje papier in te. En dat is dus een van die briefjes die dus van haar afkomstig is. En want dit idee hè, is natuurlijk hetgeen waar men in de 19e eeuw zich heel erg zorgen over maakte. En drank
misbruik komt ook veelvuldig voorbij in schilderijen en tentoonstellingen, of tentoonstelling, toneelstukken, hè, en zelfs in liedjes. Ik bedoel, van als jullie denken dat het 19e eeuwse liedje van de zangeres zonder naam, Ach vader liefst, toe drinkt niets meer, iets nieuws is, dan moet ik je bitter teleurstellen, van dit soort liedjes werd dus ook al in de 19e eeuw gezongen. En dat hele beroemde plaatje natuurlijk, hè, wat aangeeft, hè, dat de drank meer kapot maakt dan je lief is. Het begint met vrolijkheid, maar voor je het weet leidt het tot je ondergang en zelfs tot de wereld van een zelfmoord. De waarheid natuurlijk is, laten we even heel eerlijk zijn, zeker voor de wereld van de bouwvakkers, voor de wereld van de werkers, is dat bier eigenlijk bijna een strikte noodzakelijkheid was. Zo werd bier ook gezien. Hè. Je dronk dat, ook deels hè, omdat het water natuurlijk vaak vervuild was. Sterker nog, hè, in grote steden was bier soms goedkoper dan goed helder water. En pogingen hoor om alcohol in zijn totaliteit te verbieden. Nou, die zijn eigenlijk bijna altijd tot mislukken gedoemd. Een mooi voorbeeld, ik heb het er even hieronder gezet, is de Sale of Beer Act uit 1854 afkomstig. Je hebt er nooit van gehoord, maar vergeet het ook direct maar weer. Toen is er in het Britse parlement namelijk een wet aangenomen die de verkoop van bier verbood door de week. En alleen op zondag tijdens de openingstijden van de pubs mocht dus bier verkocht worden. Nou, iedereen snapt wel, dit heeft tot gigantische rellen geleid in Londen en in de rest van Engeland. En dat hebben ze toen heel snel weer aan de kant geschoven. En überhaupt het idee dat je, laat ik maar zeggen, een land droog kunt leggen. Nou, iedereen kent het beroemde verhaal van de drooglegging in de Verenigde Staten. Ja, dat gaat je eigenlijk vandaag de dag niet meer lukken. Goed, maar deze Pasen dame loopt dus met die mooie traktaten uit te delen en probeert dus goed werk te verrichten. Het heeft ook weer iets wrangs en iets dubbels onder zich. Want er zijn stemmen, en ik denk ook wel dat het grotendeels klopt, dat Maddox Brown natuurlijk deze figuren niet zomaar geschilderd heeft. Hij gebruikt altijd voor modellen. En het model wat hij hiervoor gebruikt heeft, is een argumentatie die ik tegengekomen ben, en ik ga daar wel grotendeels in mee, is van Elisabeth Siddal geweest. Elisabeth Siddal, wat moet ik van haar zeggen? Elisabeth Siddal kent iedereen nog van Ophidia die in dat beekje drijft. Dat is hetzelfde model. Elisabeth Siddal was model, had prachtig rood haar, daar gaven alweer. En of ze mooi was of niet, dat hangt maar net hoe dat je naar haar keek, zou ik bij wijze van spreken willen zeggen. Elisabeth Siddal werd levenspartner van Dante Gabriel Rossetti, die daarna ook niet meer wilde dat ze voor andere modellen ging, of voor andere schilders ging exposeren. Wat er dus toe geleid heeft dat als hij haar als model gebruikt heeft, dat hij waarschijnlijk deze foto gebruikt heeft als inspiratiebron voor de dame die hij hier heeft geschilderd. Wat maakt het dubbel, laat ik maar zeggen, wrang in dit geval? Deze dame loopt dus met pamfletten tegen drankmisbruik rond. Elisabeth Siddal, ja, wat is het verhaal? Dat verhaal wat de meeste van jullie natuurlijk kennen, is dat ze en dat schilderij waarbij ze in dat beekje ligt, hè, als Ophidia zijnde, daarbij heeft ze Millet haar in een badkuip neergelegd, hè, met water uit de Theems erin en verwarmd. Dat is koud geworden. Toen heeft ze vervolgens een longontsteking opgelopen. Daar is een arts bij gehaald. Dat moest allemaal betaald worden. En die arts heeft haar vervolgens dus laudanum voorgeschreven. En laudanum is een menging van opium en van alcohol. En het gevolg daarvan is geweest dus dat ze daarna alcoholverslaafd en laudanumverslaafd is geworden. Dus je ziet hier notabene dus een dame die zelf, laat ik maar zeggen, verslaafd was aan alcohol, deels tegen haar zin, is er uiteindelijk ook fataal geworden, mag je rustig zeggen, die hier weergegeven wordt als degene die foldertjes uitdeelt. En daarmee houdt het verhaal nog niet eens op, want de dame die voor haar loopt is dus de echtgenote van Maddox Brown zelf. Emma Maddox Brown, hè, zijn tweede echtgenote, die hij natuurlijk in de Manchester versie gebruikt heeft, niet in die tweede versie. Ook Emma Maddox Brown stond bekend omdat ze alcoholiste was. En dat zij regelmatig, zeker in latere jaren, Maddox Brown in gênante situaties uiteindelijk heeft laten verzeilen.
Kortom, dat is het drankverhaal. Mag ik nog? Ja, ik ga nog even een mooie tegenstelling van de... Dat is het één. Het is de wereld van de verschillende sociale lagen die je aantreft. Dus links, wat er op het trottoir rondloopt, dat zijn dus de dames uit de middenklasse. Dus het is de wereld van de burgerij. Die zou je ook in die twee heren die rechts tegen de leuning geleund staan noemen. Maar goed, daar kom ik straks nog even weer op terug. Ik laat die man met zijn bloemen even lopen. Ik kom straks nog op hem weer terug. Maar daarmee heb je eigenlijk de middenklasse gehad. Je hebt daar arbeiders gehad. Maar iedereen zal natuurlijk ook opvallen dat er op de voorgrond kinderen te zien zijn. Oh, nou even nog één ding. Want volgens mij komt hij hier achteraan zitten. Kijk, dit is ook typisch van wat Maddox Brown dan vervolgens doet. Die twee dames, hè, die dan hier opgeklopt, en zeker die dame hier, die hier met de drank, antidrankfolders rondloopt. Achter haar loopt er dus een man van een herberg met zo'n dienblad op zijn hoofd, waar hij dus de drank in aan het vervoeren is. Je kunt het niet lezen hoor, maar daar staat vervolgens de tekst op Arpaf. En Arpaf, het betekent eigenlijk opgeblazen, zo ongeveer, wat dus een commentaar is op haar gedrag. Goed, naar een figuur op de voorgrond, in dit geval dat groepje kinderen wat daar te zien is. Dan zit je echt aan de onderkant van de sociale ladder. Vier kinderen, een meisje, als je er goed naar kijkt, dan zie je, hè, naar schatting, en Maddox Brown heeft ook gezegd, ze is waarschijnlijk een jaar of 10, 11 misschien in dit geval. Ze draagt oude verscheurde kleren en ze draagt eigenlijk een jurk die haar te groot is en waarschijnlijk bedoeld is voor een volwassene. Om haar heen bevinden zich drie kinderen. Hè. Op haar arm draagt ze een zuigeling die ons aankijkt. Dus die ons in dit geval echt letterlijk betrekt bij die kinderen zelf. Het andere kind wat er staat in arme kleding heeft een soort van een wortel die hij als speen gebruikt. En het jongetje aan de rechterkant, hè, die is met de kruiwagen aan het spelen gegaan. En het meisje probeert hem te corrigeren door vervolgens aan de haren te trekken. Maar hè, de ellende van het verhaal is natuurlijk iets groter nog dan wat je in eerste instantie alleen maar denkt te zien. Want als je namelijk in gaat zoomen, dan zie je namelijk dat de baby op de schouder, op de arm, een zwarte strik draagt. En dat geeft dus aan dat de moeder overleden is. En het meisje wat op de rug geschilderd is, kan onmogelijk dus de moeder zijn. Dus dit is ook het verhaal wat dan over het algemeen hierachter gaat. Dit zijn eigenlijk al weeskinderen. De moeder is overleden. Maddox Brown heeft gezegd, de vader is waarschijnlijk al lang uit beeld. Waarschijnlijk aan de drank of weet ik veel nog wat. En dit meisje van 10 jaar werkt dus nu ook. Hè? Maar is dus gedwongen in een soort van een moederrol waar ze helemaal nog niet voor geschikt is. En waar nog een absolute leeftijd nog niet voor heeft. Hè, dit is die onderkant van de samenleving. Dit heeft niks posh en chics over zich. En dat wordt nog eens een keer onderstreept door die vuilnisbakkenras van een hond. Die je daarbij ziet. En die asbakkenras, zeg ik dan altijd, die heel duidelijk bij hen hoort. Dat hondje wat er op de voorgrond ligt, dat hoort bij de werkers, maar daar kom ik straks nog wel eventjes weer op terug. En zij staat natuurlijk in schril contrast ten opzichte van die heren of van de mensen die daarachter weer te zien zijn op dat paard. Want dit is ook een klasse die eigenlijk niks doet, die eigenlijk helemaal niks hoeft te doen in dit geval. Dit is de wereld van de aristocratie. En voor hen, kijk, die straat wordt opgebroken. Aan de zijkant lopen die middenklassers voorbij zetten. En die kinderen zijn er aan het spelen, deels zijn met het gereedschap. Wat daar staat, het is de arme groep. Zij wonen hier. Dit is aristocratie, wat je hier ziet. De vader met zijn dochter, althans het is een beetje het idee wat hier weergegeven wordt. En voor hen is het opbreken van het werk, van de straat en het werk eigenlijk alleen maar een kleine vervelende hindernis op de plek, op hun route van de ene plek naar de andere. Dus zij lopen hier dan tegen, nou kunnen we niet verder. Nou, dan gaan we uiteindelijk maar verder en pakken een ander pad in dit geval. Maar zij hoeven dus niet te werken. Hè? Wat eigenlijk alweer veelzeggend is in het geheel. Voor deze meneer trouwens heeft hij een van zijn vrienden wederom als een model gebruikt. Robert Braithwaite Martineau is zijn naam. Een man die prachtige schilderijen gemaakt heeft. Vorige week hebben we nog even dit werk van Kit, die schrijflessen kreeg
voorbij zien komen. Met het idee dat het onderwijs een belangrijke rol speelt. En dit was dat fragment wat uit een boek van Charles Dickens afkomstig is. Een van zijn allerberoemdste schilderijen is linksboven in beeld. Maar daar ga ik nu niks meer over zeggen. Want dat heb ik volgens mij vorig jaar of 2 jaar geleden al wel gedaan. Maar over drankmisbruik gesproken, hoe dat fout kan gaan. Dat zie je dus hier. Hoe dat de heer des huizes door middel van alcohol en liet ook direct al zijn zoon onverantwoord. De familiebezittingen er doorheen jaagt, de zaak wordt verpacht, et cetera. En generaties van rijkdom in de familie gaat ten onder. En de schilderijen worden intussen al van de muren gehaald. Kortom, drank maakt meer kapot dan je lief is. En zo heb je dus hier aan de onderkant de armenlaag, de aristocratie aan de bovenkant, de middenklasse vervolgens aan de linkerkant. En aan de rechterkant, maar daar kom ik straks denk ik na de pauze even op terug. Daar ligt op de grond de wereld van het platteland. En wat je daar dus mij moet voorstellen, dat zijn mensen die vanaf het platteland naar de stad komen in de hoop om daar werk te vinden. Soms deels nog met hun gereedschap bij zich. En waar strijk je dan neer? Als je dan geen werk hebt, dan ga je ergens aan de kant van de straat liggen slapen. Goed, nou nog één opmerking hier er nou direct eventjes bij, als contrast voordat ik het vergeet in het geheel. Hier staan allerlei dingen tegenover elkaar. Ook als je naar de kruiwagen zelf kijkt, daar ligt natuurlijk dat briefje in van die dame die tegen de drank aan het ageren is. Maar tegelijkertijd zegt Maddox Brown hier ook door 2 andere attributen erin te leggen. Die ene is natuurlijk die troffel, waarmee je natuurlijk metselt. Dus dat is de wereld van de stad en dat is de wereld van de menselijke activiteit. Daarnaast liggen dus bladeren. En die bladeren is de wereld van de natuur. Dus ook hier maak je een tegenstelling tussen datgene wat de mens maakt en mooi maakt, of misschien ook wel lelijk maakt, en de wereld van de natuur die deels daarmee verloren gaat. Goed, ik zeg, het is nu 20 voor 9, anders worden we.